Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live gameplay hier op Call of Duty Advanced Warfare. We spelen vandaag een free for all potje op de map Urban met deze. We spelen een free for all potje op map Urban met onze ASM1 Speakeasy. En we gaan natuurlijk gewoon kijken of wij dit potje heel snel, super snel, awesome snel kunnen gaan winnen, want daar hou ik van. Maar de kleinste map natuurlijk in de game, ASM1 Speakeasy met Extended Max, de grip en Advanced Rifling erop. En dat moet lukken, dus spant er meteen in hier naast me. Ah, fuck, ik wist niet waar! Nooit, ik zat te zoeken, man. Oh, what the fuck? What the fuck? Oh, nog één! Oh, what the fuck, iedereen ligt op de grond, nog één! What the heck? Jongens! Nee! Het is niet normaal, man. Oké, rust. Rust. Even je rustmomentje pakken. What the fuck gebeurde daar allemaal? Oh, er liggen er twee! Hij ligt weer op de grond! What a fucking dildo, jongen, dat. Holy shit. Hij lag hier op de grond. Hij ligt er nog steeds. Wauw. Hij is wel vol, houden, jongens. Dat moet ik eerlijk... toegeven. Hij houdt wel vol op zijn campspot. Oh, jij ook. Iedereen staat stil, man. Oh. Sorry dat ik spande, want ik killde hier twee keer achter elkaar, volgens mij. Maar dat is niet mijn probleem. Maar jouw probleem. Oké, ik moet nog één kill, dan heb ik een care package en... Oh, fuck. Kom op, draai je om. Oh, nee, ik moet reloaden. Wie's idee was dit dat ik moest reloaden? Oh, nee! Waarom? Ik ben die hele map doorgesprongen! Wauw, ligt die weer op de grond. Wat een dildohoofd is dat, jongen. Dat is echt niet normaal. Ik weet ook niet wat jij aan het doen bent, maar oké. Spant hij daar weer? Ja. Deze map is zo genaaid. Oh, deze map is zo hard genaaid, jongen. Iedereen spant letterlijk gewoon in je richting, man. Dat is toch niet normaal? Oké, nu zit er even niemand te cammen. Nu hebben we even rust. Dan gaat hij weer liggen. Hij ligt er weer, jongens. Ja. Dat zou ook niet zo zijn. Wat geef me deze shotgun is. Ik ga even kill proberen hiermee te krijgen. Oh. Bam! Ik hou van dit wapen, man. Ik heb hem alleen nog niet op de PlayStation vrijgespeeld. Ik heb hem alleen nog op de... Er zit er een boven me. Ik heb hem Ik heb hem alleen nog op de Xbox. Dat wou ik zeggen. Oh. Ik zie niks. Zo, dat is wel een erg lange flash, man. Ah, oh, mooie kill. Ik heb wel mijn care package. Oh. Wauw, ik span tussen drie enemies in. Ik wou zeggen, ik heb wel mijn care pack, daar was ik helemaal blij mee. Alleen hij ligt nu aan de andere kant van de map. En wat zit er? Een paladin! Nee! Mijn! Affucking blijven, alsjeblieft. Rot op, deze is voor mij. Afblijven, maken, mag ik hem pakken, dankjewel. Oh my god, dat is een paladin, jongen. Dat is de beste score die ik kan krijgen, joh. Dat ding laat ik niet zomaar afpakken, dat weet ik wel. Moet er nog 9 kills maken? Kom maar. Ik bedoelde niet jou, maar oké. We moeten nog 8 kills maken en hebben we alweer gewonnen. Ik wil eigenlijk even een paladin besturen, maar ik moet eerst even een beetje een veilige plek. Fuck it, ik ga gewoon hier liggen. Oh, roep ik mijn UAV in. Oh, nee, nou oké, kill me maar. Oké, fair play. Want dan kill ik jou ook, ja? Jij killt mij, dan krijg ik hem terug ook. Oprotten, zo, payback. Oké, nu doe ik mijn paladin. Het duurde even, jongens, maar ik kan mijn paladin doen. Ik weet niet wat er allemaal op zit, dat zien we vanzelf wel. Maar het is gewoon de allereerste keer dat ik een goede scorestreak uit mijn carepacks krijg. Dus ik ben al lang blij, joh. Boom. Ik heb er ook raket op staan. Oh, yo, die dingen zijn zo hard, hè. Ah, fuck. Raket, go. Dank je. Af naar buiten dan, jongens. Even niet zo'n pussy doen, nou. Kom op. Die raketten zijn zo hard, jongen, dit ding. Dat is echt niet normaal. En het probleem is, iedereen heeft blind eye en al die shit. Oh, ik heb je wel geraakt, maat. Doe het voor mij, dank je. What the fuck? Oh, hij flatjacket. Nou, knal hem dan af, joh. Kom op, raketten gaan erachteraan. Kom op. Kom aan, dankjewel. Er zit er daar een, man. Ik wil die eigenlijk killen. Alleen ik denk dat die... Wait. Oh, ik heb hem! Ik had hem, nice. Ik schoot gewoon random naar binnen, man. Die paladin is echt overpowered op deze manier, jongen. Als je dat zelf allemaal aanzet, dan heb je iets van 1500 punten of zo voor nodig. Maar, huh? Daar stuur ik raketten helemaal niet naartoe. Oké, dankjewel. Dankjewel voor de kill. Dankjewel, ik zeg verder niks. We spelen nog een potje erachteraan, mensen. Dus ik hoop jullie ook te gezien bij game nummer 2. Dus tot zo. Alright, boys. Welkom bij game nummer
2. We moeten even in ons hoofd onthouden dat echt gewoon heel veel mensen... Hallo vriend. Oh nee, kom het dakje niet op. Dat echt heel veel mensen in deze game op de grond gaan liggen. En weet ik veel wat allemaal aan het doen zijn. Dus als we dat in ons achterhoofd onthouden dat we het best wel tegen campertjes spelen. Hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat ze nu nog steeds aan het campen zijn. Ze kunnen nu ook... Oh nee, hij ligt er nog steeds. Wat een lul, jongen. Echt waar, die vent is fucking irritant. Alsjeblieft, jongen. Wacht maar, we pakken hem wel. Rustig aan. We hebben de tijd, jongens. We hebben de tijd. Oh, ik wou het net zeggen. We moeten even onthouden dat die mensen op de grond gaan liggen. En door wie word ik gekild? Door die lul die op de grond ligt. Dat is die sniper, jongen. Die sniper springt ook overal waar hij ook maar kan, springt hij naartoe. Alleen gelukkig voor mij... Oh. Oh. Ik wou net zeggen, gelukkig voor mij kan hij niet echt raak schieten. Alleen op dat moment dat ik dat wil zeggen, dan killt hij me. Dat was weer een lekkere timing, Jan. Ja, sorry. Ik moet uitkijken voor die lul die ergens op de grond ligt, jongen. Ik zweer het je. Ik ben gewoon bang voor hem, want die vent die spant. En het eerste wat hij doet, is hij gaat ergens op de grond liggen. Alleen, het probleem is... Oh, dat is een sniper. Ik moet niet meer zeggen dat mensen slecht zijn, want dan snijpen ze me dus de hele tijd af. Maar ik weet dat hij natuurlijk ergens op de grond ligt. Maar op het moment dat hij begint te schieten en ik heb het niet door... Dan kan hij mij natuurlijk gewoon makkelijk, maar dan kan ik echt makkelijk... Wow, yo, killen. Dus ik moet er wel even in de gaten houden, die... Oh, komt er nog een. Die lul. Oh, nog een. Nog meer? Ik denk dat ze via boven nu gaan komen hier. Nee, niet... Ah, stoppen nou! Ah, ik zeg één keer dat hij niet goed kan snipen en dan snijpen we meteen de hele tijd af, jongen. Ongelooflijk. Ik moet dat soort dingen gewoon nooit meer zeggen. Nooit meer zeggen dat iemand iets niet kan, want dan word ik gekaard familie. Nee. Stoppen nou. Van dichtbij kan hij gelukkig niet raak snijpen. Oh, wacht, dat moet ik ook niet zeggen. Shit, Jan, hou je mond! Anders snijpt hij je zo meteen ook van dichtbij af. Hou je mond, Jan. Oh, kut, ik heb geschoten. Nu ben ik mijn spot kwijt. Oh, nee, hij gaat naar binnen. Die heeft een shotgun. Jij hebt een shotgun. Jammer. Gelukkig had hij de blunderbus, want het duurt 5,5 seconden of zo om te reloaden, dus. Ik zag er twee lopen, maar ik weet allebei niet waarheen ze naartoe zijn gegaan. Ho, rustig aan, man. Rustig aan. Ah, ik sprong langs iemand, Maakt niet uit, we staan nog voor. Als ik nou weer een paladin kan krijgen, dan zal het helemaal vet zijn, maar... Dan moet ik eerst mijn care packs krijgen. Wat niet zo makkelijk is. Zo, scheef aim, boy, yo. We krijgen wel lekker snel die kills. En ik wil niet weer gesnijd worden. Dat is mijn enige angst op dit moment. Want ik weet dat als ik die vent tegenkom... Dat hij me weer in één keer door mijn droefzak gaat lopen snijpen. En daar hou ik niet zo van. Ik blijf ook expres aan deze kant van de map, want ik weet dat ik hier het meeste kan overleven. Als ik hier zo heen en weer blijf lopen, dus... Dat is de reden ook waarom ik hier loop en niet aan de andere kant ga staan. Want die andere kanten spannen echt 20.000 mensen om je heen en naar deze kant valt nogal mee. Maar zit die lul, die zit daar. Oh, ik zeg je te zoeken, maat. Ah, nog één, nog twee zelfs. Shit, ja, dat had ik niet overleefd. Sorry. Had ik 100% zeker niet overleefd, want er kwamen er veel te veel. Waar komt die andere ook nog? Ja. Dat was die shotgun vent volgens mij, die ik als laatste killde. Oké, die kant gaan we niet op. We moeten nu even... Lekkere span, jongen. Dankjewel daarvoor. We moeten nu even naar mij toe komen en dat doen ze ook. Maar er ligt een granaat onder me. Nee! Nee! Ja! Oh, die was zo close. Oh, die granaat die alles moet verneuken hier, oh. Alsjeblieft, kom maar. Wauw, jongen. Dat was een hele mooie actie geweest als ik allebei had. Maar dat is helaas niet doorgaan, maar we hebben al gewonnen. Holy shit, we hebben ze geowned. Nice, jongens. Applausje voor jezelf, applausje voor jullie enemies en applausje voor de sniper die was geracequit. Oh, dankjewel dat je bent geliefd, want daardoor heb ik nu lekker kunnen winnen. Awesome potje, allebei de potjes waren awesome. Bedankt voor het kijken mensen naar deze video, mocht u nou hebben genoten. Ram dan natuurlijk zoals je kaart blijkt, dat waren twee hele snelle potjes. Thanks for watching en hopelijk natuurlijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye. We'll be right back.